Uit inspecties blijkt dat 80% van de beschoeien langs de Singel in slechte staat is. De gemeente gaat daarom deze beschoeien vervangen. Er zijn ook voorstellen gedaan voor de groenstructuur en er is een plan gemaakt op welke plaatsen bootjes in de Singel geclusterd kunnen worden. Op 16 juni wordt een informatieavond gehouden. In Montvoort is niet iedereen blij met de nieuwe verbindingsweg. De mensen die langs Blokland wonen blijken behoorlijk gepikeerd te zijn over de woensdag geopende nieuwe weg. Wethouder Jonkers van Montfoort is het niet eens met de bewoners. Naar zijn zeggen verhoogde de afsluiting de verkeersveiligheid en zijn bewoners voldoende op de hoogte gesteld. De tuintjes bij de Andersen School staan er schitterend bij. Kinderen helpen actief mee en er zijn al heel wat slaapplantjes verkocht en opgegeten. Van de opbrengst worden nieuwe zaadjes, plantjes en boompjes gekocht. Ook zijn er bedrijven die sponsoren en de tuintjes worden in de gaten gehouden door een camera. Lange Tafels in het Gras is een initiatief van Frans en Patricia van Hal. Eten met de voeten in het gras, maar ook in een boerenschuur of in de nok van een oude kathedraal. Het succes heeft ervoor gezorgd dat ook deze eetmomenten nu ook georganiseerd gaan worden voor gezinnen met kinderen. De zogenaamde Lange Tafels Junior. In de nieuwkoopse plassen liet een boommarter zich op een bewegend beeld vastleggen. Het dier liep langs een van de camera's vallen die geïnstalleerd is door vrijwilligers. De boomarter zit al in de vechtplassen en de gehele duinstreek. Boswachter Martijn van Schie zegt: nieuwkoop was nog de grote witte vlek, die nu tenminste één exemplaar heeft. Zaterdag opende wethouder Jolant Koster de nieuwe wasserette De Knijper. Eigenaren Jim en Nel Bakker hebben het pand de afgelopen weken verbouwd en voorzien van een fraaie wachtruimte. Hier kunnen klanten koffie drinken, televisie kijken of gebruik maken van de gratis wifi.